KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij vandaag de eerste speelronde in deze play-offs van de Eredivisie. Wauw, naast mij Basie Steentje. Hey. En zij hebben toevallig. Bas, we kijken vandaag naar FC Utrecht Willem II. Oké. Danny Hazenbroek tegen Fieri Cital. Daar had die shirts lijken erop. Maar ja, is dit echt zo. Het logo dat verraadt een hoop, maar ik bevestig het nog even bij deze. Okay. En Basie, dit is een lekker potje. Ik vind het nu al een lekker potje. Ja, want vertel even aan de kijkers. Want... Nou ja, dit zijn natuurlijk twee spelers die allebei derde zijn geworden in hun pool. Spannend. Spannend. Dus het zijn, normaal gesproken zouden dit twee van de betere spelers in de play-offs moeten zijn. We weten allemaal, de play-offs een poeltje van 6. Alle nummers 3 en 4 uit de poolfase. Die spelen allemaal tegen elkaar, nog een normale pool. En de nummer 1 en 2 voegen zich bij die beste 6 spelers voor de laatste 8. Dus eigenlijk zoals het in het begin van het seizoen is gegaan. Alleen nu is dit zeg maar echt de definitieve laatste pool. Ja, er zijn dus al 6 spelers sowieso afgevallen in de competitie. En ook 6 door. En deze 6 maken dus nog onderling uit welke 2 zich erbij voegen. Spannend. En het wordt wel een tweestrijd weer, hè? Zeker, dus ja, we hebben gewoon weer twee wedstrijden. Ja, het blijft allemaal hetzelfde. 2 potjes uit en thuis. En, als het eindscore gelijk is, dan wordt het gewoon een punt voor allebei. Precies. Uitdoelpunten tellen niet dubbel. Nee. En zo gaan we naar 5 speelrondes in deze pool zien. Ja. Wie nummers 1 en 2 zijn. Ja, we beginnen met een lekker klein vrije trapje voor FC Utrecht, Danny Hazenbroek. Die gaat natuurlijk kort genomen worden, want ja, dat is e-sporting. E-sporting is was ook wel fair. Ja? Leroy fair? Nou ja, fair play award. Ah, oké. Hey, maar Basie, wat verwacht jij van deze pot? Ik verwacht een hele mooie duel. Oké. Zoals je al zei, allebei de nummer 3, dus het zou in feite een gelijk opgaande strijd kunnen zijn. Ja. Aangezien alle pools sterk waren. Daarom. Dus ja, het is een beetje afwachten. Ik schat Danny iets hoger in, misschien dan Fieri Cital. Misschien ook omdat ik meer van Danny heb gezien. Ja. Dat zou ook nog in het voordeel van Fieri kunnen werken. Dat hij daarom iets meer onderbelicht is. Oké. Maar ik verwacht een spannend duel. We hebben net al de aanval van Utrecht gezien en nu is het Willem II. Die kan zomaar schieten. En dan is het daar Manuel Neuer. Manuel Neuer die pakt die ballen. Met name bekend op zijn kicking ook. Goede kicking. Je ziet het. Kicken net Neuer. Oké. Het doeltrap wordt steeds mooier. Dus, ja, dat zijn wel leuke uitspraken van je, Bas. Dat doe je wel weer heel geinig. Ik vind dat mensen thuis op de bank zitten voor dit opmerking. Ja, die gaan helemaal stuk nu. Dat lag eens op de hand. Ja, ja, maar je hebt ook Thibault Courtois. Ook belangrijk, die van mindere kicking, die is wel wat langer. Dus dat is handiger met corners. Daarom. Je hebt ook De Gea, die zit er een beetje tussenin. Die heeft goede reflexen. Ook een redelijke trap. Maar is ook niet de allerlangste. Nee. Dus tussen die 3 wordt meestal gekozen. Ja. Ja, ik ben zelf erg fan van die Oblak. Oblak, ja, dit is nog vind ik een beetje best of both worlds. Ja, both worlds. Ja. Super amazing. Yashin wordt niet vaak gebruikt. Nee, ik zelf heb team of the group stage De Gea. Nee. De Gea. Oké, ja, die gaan ook wel aardig keeper natuurlijk. Hè? Ja, die heeft aardige reflex. Die zit er wel op inderdaad, ja. Je houdt nog wel eens een balletje tegen. Meen je? Een betrouwbare sluitpost. Nee, maar ja, Danny Hazenbroek natuurlijk uit pool C. De pool met Tony Kok en Jimmy Donkers die al door zijn. Ook aardige spelers. Verder zit daar Brian Hessing, dus nummer 4 eindigt, die dus in deze play-offs ook in actie gaat komen. Oké. Fieri Cital uit pool A, samen met Melvin Boeren door. Dit is wel lekker weggekopt, maar die aanval gaat gewoon door. Pele. Ronaldo met nummer 8, Arnijn met nummer 8. Ja, toch pijn. Pijnlijk is dat, hè? Persoonlijk doet mij dat pijn. Je kan er slecht tegen, begrijp ik? Ja. Oké. Gaat het verder wel? Nee. Oké, jammer. Help. Is er een dokter in de zaal? Eusebio. Oh, een matige bal. Jammer. Maldini. Alexandro. Ja, Basie, denk jij dat deze spelers zo in die eerste fase van zo'n play-off pool meteen alles op de aanval gaan gooien? Of denk je dat ze even een beetje die kat uit de boom kijken? Ik denk dat ze even... Nou, ik denk niet dat dat in beide het geval is, zeg maar. Ik denk dat ze gewoon lekker spelen. Ze doen lekker een dingetje. Ja. Oké. Ik denk dat ze allebei wel vertrouwen hebben in zichzelf. Ja. Kijk, is de La Croqueta met de Ruud Gullit. Dat is niet slecht inderdaad, nee. Hier die Ruud Gullit. Er zijn verder qua teams voor mij helemaal niks veranderd ten opzichte van de poolfase. Dus ze houden gewoon vast aan het team waarmee ze derde zijn geworden. Ja, derde is ook gewoon een prima positionering. Hier een schotje. Ja, die Manuel Neuer van... Er komt nog een geel kaartje aan trouwens voor die Eusebio. Ja, daar kan je hem natuurlijk op hebben, want die Eusebio komt niet zo heel vaak in duels. Maar ja, liever niet natuurlijk. Hoekschopje gaat natuurlijk niet worden genomen door Maldini, maar toch wel. Oké, dus vind ik vrij bijzonder. Hij neemt hoekschop met Maldini. Apart. Dat is apartje. Oh, misschien dat hij niet hoor. Nou ja. En dat zou dan wel matig zijn als iets. Ja, weet je wat is? Het kan natuurlijk ook helemaal gewoon een keer gebeuren. Ja? Dus ik volg voor iedereen. Echt? Nee. Nee, want Robbie was weer te laat. Dus. Ja, jammer is dat inderdaad. Hier is Pele. Iedereen is wel eens te laat en kan gebeuren. Klopt, ja. Het overkomt de best. Precies. Af maar. Hier Pele. Oké. De Gea pakt hem op. De Gea. Precies. Het zijn wel lekkere balletjes die hard laag voor. Precies, dat zijn die lekkere, weet je wel. Dat zijn die lekkere, die hoef je alleen maar spits aan te lopen. We zien wel die Ferdinand centraal achterin. Oh ja. Dat ze, ja, nou opvallend wil ik niet zeggen. Nou ja, die kan ook al verdedigen, maar... ja, die kennen het wel. Die kennen wel wat van hoor. We zien Maldini wel natuurlijk altijd... Ja. Nou ja, maar vaak zie je daar toch... Wie heb je daar staan? Blanc of zo? Ja. Bijvoorbeeld. Laurent Blanc. Ja, het is een beetje een schakelwedstrijd. Nou, het is niet dat er geen kansen zijn. Voor mij gewoon een voetbalwedstrijd. Het gaat voor mij op en neer. Ja. In golven. In golfjes. In waves. Waves after waves. Hier Vieira. Die zingt dat ook weer? Voor mij Mr. Props. Ja, laat die het al gewoon zingen. Okay. Goed, we hebben hier Vieira. Hier is Utrecht. Dat is wel leuk. Neuer. Oké. Dat ze bevaarden het trapje laten zien. Ja, ja mooi. Hij kikte net Neuer. Klopt, ja. Nou, hij is vooral bekend vanwege zijn trap. Ja? Ja. Echt? Ja, hoorde ik tenminste van iemand. Hij kick. Oké. Kik de Toski. Even die rust naar Alexander, de zijkant benutten. Hebben we nog weinig echt uitgespeelde kansen gezien? Je Pele aan de zijkant. Pele. Alejandro. Dat is een nummer van Lady Gaga. Klopt. Laat hij het al zeggen. Ik zocht het ook niet eens. Nee. Ik wil dat wel gaan doen eigenlijk. Ja. Je kent me langer dan vandaag. CR7 ook met nummer 8 zie ik. Zal ik het toch doen? Nee. Oké. Oh, Ronaldo heeft nummer 9. 8 en 9. Waar is Berenbosje gebleven? Dus A9 heeft 8 en CR7 heeft CR9. Ja, lief dan nummer 7. Dat zijn de kleine details. Dat is Eusebio. Ook voor detail, dat moet je heb je niet. Oh, akkertje. Oké. Eusebio, daar gaat Eusebio. Oh, dat had hem zomaar kunnen zijn. En dan gaan we denk ik zo meteen rusten met de brilstand. Dat lijkt mij ook. Hoor je die air die ik erin gooide? Dat rakelings? Nee. Oké. Je doet wel echt je beste voor, zie ik. Dat is mooi. Je zit hier niet voor niks. Nee, maar ik zie, je zit hier, mensen kunnen niet zien, maar je zit hier echt vol passie. Zit je hier. Passie rocken. Het is hier rust. 0-0 nog steeds. Weinig echte kansen die de mannen nemen met een klein slokje. Ik doe hetzelfde. Oké. Dat doe je goed. Ah, lekker. Maar ik vind wel, kijk, ik vind het prima dat je alcohol drinkt, maar je moet het wel rustig doen, want we zijn net begonnen. Oké. Ik moet nog een dag natuurlijk door. Daarom, dus doe wel even, ik als ouder... Nee, dan is mijn laatste. Nee, oké, goed. Okay. Nee, maar ik vind wel dat het belangrijk is om aan te geven. Ja, maar anders ben ik te zenuwachtig, als ik naast jou zit, weet je wel. Dus ik probeer even een beetje die zenuwen onder controle te krijgen. Ik snap het ook wel, als je net zo'n commentator zit. Ja, zo'n grote speler, zo'n icoon. Dat toch impact maakt. Zo'n legendarische speler. Dankjewel, jongen. Precies. Ja, maar die kan je al bij het zakken weer steken. Precies, jongen. Ik heb aardig wat in de zak. Ja, bij mij in mijn zak. Nou, dus, dat vind ik wel een beetje apart, deze uitspraak. Goed, we gaan de tweede helft in van de eerste wedstrijd. Tenminste, dat is de bedoeling. Met 7 seconden. 3, 2, 1. Hij ging van 7, denk ik. Ik wou dat zeggen, dat ging heel snel. Ik denk, ik zeg maar eerder voordat jij weer een leuke opmerking hebt. Ik had hem al zeker gemaakt. Ja, ik had hem zeker gemaakt. Daarom. Dus Willem 2 is nu in de aanval. In 3, 2. Nee, Willem 3, 2. Oké. Hier is Utrecht. Roberto Carlos. Een linksback die we ook niet super vaak zien. Nou, ook niet weinig. We zien vaak de Alexandro's en we zien vaak de Marcelo's, ook niet heel vaak eigenlijk. Nee, we zien er vaak wel Roberto Carlos ook. Nee, toch wel? Nee, valt het mee. Vaak aan Alexandro, dat vooral. Ja. Die zien we ook natuurlijk bij FC Utrecht. Persoonlijk ben ik meer fan... Nee, bij Willem II, sorry. Persoonlijk meer fan van de Marcelo's. Ja? Van deze wereld, ja. Heeft hij niet naar jouw mening te weinig kracht? Nee. Koppend vermogen? Oh, dit is lullig. Dit is lullig. Van richting veranderd. En dan wordt ook niet gejuicht, heel professioneel. Nee, dat vuistje gaat niet de lucht in, nee. Nee, nog een slokkie. Tuurlijk. Dit is een mentaal tikje, hoor. Ruud Gullit zet Willem 2 op een 0-1 voorsprong. Met de verrichting van het schot door Ferdinand. Denk je dat als de keeper niet... Ging hij, hij ging in bij zijn edele delen. Via dat ging hij naar zijn hand of zo, zijn arm. Doe het met het derde been. 5-star weak foot. Denk je dat als de keeper niet was, bewogen, dat hij dan er niet in was gaan? Die kans zat erin, maar ja, precies. Het heeft altijd zijn voor- en nadelen natuurlijk. Daarom. En, als hij niet was aangeraakt en je bewoog de keeper niet, gaat hij er alsnog in. Daarom een beetje. Ja, je kan het niet weten. Knowledge. Het blijft in ieder geval een lullig goaltje. Ja, letterlijk. Een lullig goaltje. Ja, ja. Ja. Ja, leuk. Ja, dankjewel. Ik doe mijn best. Ik vind natuurlijk als je naar zo'n icoon je moet mee in de comedy scene met Milo zit, dan moet je wel een beetje je best doen om natuurlijk grapjes te maken. Anders ga je echt afhaken. Je moet natuurlijk wel een beetje mee kunnen komen. Gaat goed tot nu toe, vind je ook? Wel redelijk. Ja, voor jou doen zeker. Ja, dankjewel. Je krijgt hier. Dat is buitenspel. Ja, maar hij paast hem niet. Dus, Mounier. Dat zien we ook veel, hè? Ja. De inval Mounier. Ja. Wat is jouw mening daarover? Laat je licht uit vallen. Weet je, hij kan natuurlijk wel lekker stomen. Oké. Maar we hebben nu over voetbal, hè? Dus we hebben niet over stomen. Maar ja, nee, weet je, ik vind hem zelf niet zo bijzonder. Ik zou eerder voor een Walker kiezen bijvoorbeeld. Of een flashback Juan Fran. Misschien een klein Dani Alvesje. Nee, daar ben ik geen fan van. Is te offensief? Ja. Maar dat vind ik ook een beetje van Mounier. Dat vind ik een beetje dezelfde types. Ja, maar Mounier is sterker, hè? Ik denk dat ze met name Mounier kiest vanwege zijn kracht. Ja, maar ja, dan kan je net goed Walker kiezen. Nou, misschien is de jumping minder van Walker. En dit is 2-0. Dit is wel een goal die niet van richting wordt veranderd. Nee. Dit is Cristiano Ronaldo. En dan goaltje. Verrassend is het niet, dat wil ik niet zeggen, maar, nee, ja, maar 0-2 is wel al een uitslag al. Dat zeg ik wel. Dat klopt, ja, dat is een uitslag te maken. 0-2 is een uitslag. Oké, mensen thuis schrijven we mee. We horen Danny ook helemaal niks zeggen, ook gewoon, die is heel stil. Nee, apathisch. Ja, normaal hoor je hem nog wel iets zeggen, maar het is inderdaad nog vroeg. Dus. Ja, daarom weet je, misschien moet ik ook nog even wat ontwaken. Nee, maar weet je, 0-2, we hebben natuurlijk nog redelijk lang, ook nog een heel tweede potje, dus er is nog niks bepaald. Dit doet Danny wel vaak, hè? Opstelling veranderen naar 4-2-2-2, of soort, ja, het is ook eerder de 4-2-2-2. En je merkt als hij heel vaak als hij zijn opstelling switcht, dat het wel goed uitpakt. Hij krijgt meer grip op de wedstrijd. Dus we gaan het zien. Ik ben benieuwd of dat ook tegen Fieri Cital van toepassing is. Nog een klein half uurtje. Oké, een mini half uurtje. Oh, een kleintje. Klein. Oké, medium. Baby. Ja, het is maar net niet die prime icon, maar gewoon de medium. Die medium, ja, zo'n half uurtje is het dan dus. En dan nog een hele wedstrijd, hè. Dus ja, die moet je wel vergeten. Er is natuurlijk nog niet volledige angst en beven bij Utrecht. Ze hebben nog tijd. Maar het zou voor Danny wel lekker zijn om nu even die 1-2 te maken. Dat je niet echt heel veel moet overbruggen. Ja, dat zijn feiten, Milo. Dat is... Je kan duwen wat je wil, maar die speld krijg je er niet tussen. Precies, hier. Dan gaat Utrecht. De druk zit erop. Ja. Cruijff verliest een balans. Opmerkelijk. Opmerkelijk, ja. Ja, daar is hij wel, Alves. Oh, dit doet hij wel leuk. Alves, goede rechtsback. Ja, ja. Had dat gezegd. Dat vind ik zo'n goede speler. Er gaat natuurlijk wel meer ruimte komen voor Fieri. Ja, zat dus een paal boven water. Kijk, nu komt er toch iets meer tiki-taka in het spel. Ronaldinho ook erbij. Verse kracht. Prime Ronaldinho en dan moet je schieten. Nu dan. Oh, die is lekker. Ja, hoor. En dan slimme goal. Slimme goal. Dan heeft de analisten toch bij het goede eind. Ja. Dankjewel. Zijn water is verdwenen. Zijn water is verdampt. Dat is heel apart. Verdampt, ja. Zoveel vuur bedenkt hij op de mat. En een korte hoek. Omdat de keeper dacht dat hij in de lange hoek zou. We kennen het fenomeen inmiddels. En dan is het 2-1. 2-1 voor de internationale kijkers. Maar natuurlijk. Het is wel apart, want bovenin staat 1-2 en onderin stond 2-1. Zag je dat? Niet gezien. Ja, en dan gaat hij weer Utrecht. Oh, hield de hielflik. Oh, lekker zeg. Gullit, Roberto Carlos. Ja, de grip zit toch nu op de wedstrijd. Danny zit even aardig aan. Ja, dan gaat hij. Tik, 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 tik. Gullit naar midden, ja. Vieira gevonden. Spelen in één keer schieten. Oh, had je in één keer kunnen schieten? Ja, dat was wel ruimte geweest, ja. First time shooting. First time shooting. Ja, die zien we nog wel eens voorbij komen, ja. Verschillende benamingen. Ja. Ja. Hoe zou jij het noemen? Als je hem in één keer petst, bam. Ja, first time wel gewoon. First time of timed? First time. Oké, first time shooting. Want hij hoeft, ja. En als je hem dan timed, is het first time shooting. Ja. Sterk. Ja, daar vind ik wel een onderscheid tussen zitten, ja. Ja, precies, ja. Willem II dan. Lekker. Mounier, goede rechtsback. Had toch gezegd, wereldspeler. Ronaldinho kan openen aan de andere kant, dat is gezien. Maar je kan toch beter eerst naar je rechter opendraaien. Ja. Maar goed, wij weten het altijd beter vanaf de virtuele zijlijn. Nou, ik niet per se, maar jij zei ja, ik voornamelijk ook. Jij voornamelijk, jij hebt verstand van FIFA, dat is al een tijdje wat minder. Dat is al sinds FIFA 12 al een beetje minder. Leuk spel was dat trouwens. Ja. Hoe oud is hij toen? 6? Ja. Nee, wel net 7. Oké. Net 7 wel. 6,5. Afgerond. Vindt hij leuk. Bas heeft zijn doosje met grappen weer meegenomen vandaag. Ja. Ik heb ze allemaal even ingestudeerd. Tuurlijk, ja. Thuis zijn geoefend voor de spiegel ook. Ja. Met je ouders. Ja, die moesten lachen. Nou, mijn ouders zijn gescheiden, dus ik vind het niet... Oké, dan doen we dat niet. Gaan we het daar niet over hebben. Ik vind het een beetje lullig. Dat vind je ook een moeilijk onderwerp. Ja. Oké. Gaat het wel? Bij FIFA 12 is waarschijnlijk. Daarom is zo'n gevoelig onderwerp. FIFA 12. Pijnlijk is dat, ja. Goed. Thierry Henry. Rustig door. Ingevallen. Oké. Thierry Henry. Henry. Thierry. In het... Zoet orange. Het duo Gullit Vieira. Ja, die kunnen we allemaal lekker dik hoor. Zou er één team zijn dat niet Gullit en Vieira opstelt? Voor mij niet. Hebben we dat überhaupt gezien in een van de 18 Eredivisie teams? Ja, misschien dat nog kan herinneren dat de Ballack verkozen wordt boven Vieira, geloof ik. Dat zou nog kunnen. Oh ja, dat zou ook kunnen, ja. Als ik nog even heel oplet. Ja, daar staat ook vaak iets van bij, ja. Terugscrollen. Scherp, Basie. Ja, heel scherp. Wel, ik doe mijn best, hè. Doe je best. Ik stel dat siertje. Dankjewel. Hier Willem II. Toch nog even zo in de laatste minuut op jacht gaat. Maar op moet passen voor die omschakeling die we hier gaan zien. En je wacht op de aansluiting, dat is er nu. Even die backs betrekken in dat spel, dat is goed. Even die ruimte vinden aan de zijkanten. Maldini misschien... Gaat hij dan naar binnen? Naar het midden zou ik zeggen, nee. Toch wel lijkt langs kunnen gaan. Oké. Dat is toch die dribbles. Hij sluipt langzaam naar binnen. Gullit. De handbalformatie rond dat 16 meter. Inspelen en schieten, jongen. Nee, niet naar hem. En dan die slordige bal op het laatste. Hier dan Willem II, wat een steekbal. Oh, nou die counter. Iedereen dacht dat hij naar boven zou gaan. En dit is toch jammer dat hij hem niet goed kan aannemen. Gaat door. Nou moet je thuis shooten. Ja. Fantastisch. Mooi goal. Mooi goal. Dit is een mentale klap die wordt uitgedeeld. Zo. Door Fieri Cital. Ja, mooi. Hele mooie goal. Hij zegt zelf ook nee, maar hij zal toch van binnen denken ja. Jawel. Ja, mooi schot. Ja, het mooie aan deze goal was dat hij net niet met Eusebio gehaast doorging op de keeper. Maar dat hij even terugkapt, even wacht op de aansluiting. En daarna afleggen. Wat zei je nou? Wat zei je nou? Ze aansluiten zijn op een hele andere manier. Oké, nee, ik heb het niet gemerkt. Oké. Kan niet, man. Goed. Misschien hoorde ik het dan verkeerd. Ik denk het. Ga dan terug luisteren. Wat dacht je dat ik zei dan? Dat zeg ik zo. Okay. Goed, hier is Henry. Ronaldinho. Ik ben er echt benieuwd. Oh, goed erin, man. Slecht, man. Nee, echt fucking slecht. Zo, voor mij vindt hij het niet zo goed. Dit zijn stevige uitspraken. Vieri neemt de rust. Hij steekt zijn mening niet om de stoel of banken. Nee, dan of anders zit meubilair. Dan is de eerste pot geëindigd in 1-3 voor Fieri Cital van Willem II. Met de late treffer zet hij de marge weer op 2. Zo is dat. Net als Willem. Welkom bij de return tussen FC Utrecht en Willem II. We zien hier het team van FC Utrecht. En ik ben nog steeds met Milo. Ja, dat klopt, ja. De sukkel. Hé, joh. En je zit hier, wat leuk om te vertellen, want voordat we allemaal weer in de lach zitten en die snappen waar het over gaat. Milo heeft dus Paint opgestart op de pc naast het scherm. En die heeft mijn hoofd nagetekend met sukkel daarnaast. En dat vond hij heel grappig. Dus even duidelijk voor de mensen om te weten dat... dat ja, maar je vroeger om. Ja, nee, oké, dat is duidelijk. We zien... Bas, ik wil nog even serieus over deze wedstrijd kunnen praten. Willem II met 3-1 voorsprong. Denk je dat over de wedstrijd serieus over de wedstrijd praten? Ik was al begonnen, maar ik werd onderbroken weer. Dus. Prima. Willem II met een 3-1 voorsprong na de eerste pot. Zeker. En het lijkt ook nu weer de aanval te zoeken vanaf de aftrap. Zeker. Met Eusebio. Eusebio. Fieri Cital. Hier is Pele. Gullit. Bas, mag ik jou een serieuze inhoudelijke vraag stellen? Precies. Mag altijd, maar als je antwoord krijgt is een tweede. Dat is een tweede, maar ik ga hem toch stellen. Oké. Wat verwacht jij van deze wedstrijd? Ik verwacht dat er nog heel even de kat uit de boom wordt gekeken door Utrecht. Maar wel met een lichtelijk aanval. Is dat een hoge boom of een den of een spar? Wat is dat voor boom? Ah, goh. Kerstboom. Kerstboom. Nee, maar ik denk toch dat Utrecht de aanval zoekt, maar nog niet te extreem. Nee, precies. Tuurlijk niet. En naarmate de wedstrijd voortduurt en de stand zo blijft, ja, dan moet je natuurlijk wel. Tuurlijk. Maar ik denk dat Danny gewoon doorgaat waar hij in de tweede helft mee begonnen was. Ja. Aanvallend spel. Precies. Natuurlijk wel meer risico dat je hem tegenkrijgt. Dat zagen we bij de 3-1 in de laatste minuut. Een klein countertje was dat. Kleintje. Counterattack. Counterattack. Counterproductive. Very good counterattack with a great finish. Oké dan. Maar dit is lekker. Oh ja, hier komt hij aan. Oh, geblokt. Wow. Danny houdt de rust even in de kopie nou. Danny die... Die denkt, nou, de achterkant van de Eredivisie playseat. De playseat. Hier dat hoekschopje, daar kan je schade mee aanrichten. Het zijn leuke seatjes. Het zijn leuke seatjes. Ik zie dat wel zitten. Nee? Nee, gewoon niet. Maar het is toch comfortabeler dan dat je op de playseat. Eigenlijk. Ja, precies. Dat wel. Dus ja, wat dat betreft. Is het alweer een groot verschil inderdaad. Exact. Daarom. Willem II met een matige aanname van Eusebio. Ingooitje. En er komt er nog eentje aan. Spannend. Another one. Deze bal even naar het midden. Heel mooi. Veel ruimte aan de rechterkant. Wordt niet benut. Nu volgens Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Met de R ook? Er zit ook een R in. Dat hoort iedereen. Ruud Gullit. Nee, ik kan nog overdrijven. Vieira. Nu dan. Nu heel veel ruimte hier. Dit is een goal. De keeper pakt hem niet en dan komt hier aan om het keepertje heen. Uitgespeeld. Boom. Zo. Zo. Oké. Cristiano Ronaldo om de keeper heen. Ja, mooi goal. Goed uitgespeeld. En nu staat het verschil maar op 1 doelpunt. Dan heb je snel berekend, Bas. Ja, de quick maths. Quick maths. Binnen 2 dan. Wat gaan ze er tegenover stellen? Ja, dat is nog steeds een voorsprong. Dani Alves, goede rechtsback. Zeker. Niet zo goed als Meunier, maar toch. En dan niet zo goed als Walker. Ja, vind ik niet zo goed. Oh. Nee, het is nu inderdaad 3-2 over 2 legs gezien. Oké. Dus er kan nog een hoop gebeuren, Bas. Spannend. Nou, hier dan. Nee hoor. Ga door. Denk je dat deze twee gasten blij zouden zijn met een puntje in de eerste wedstrijd? Lastig. Ik denk dat ze allebei niet tevreden zullen zijn. Hebben krijgen dunker voorkomen, koppelwerk worden. Dat houden ze allemaal. Want ik denk dat Danny zichzelf misschien ook al hoger inschat. Oké. Maar ik denk ook als Fieri deze voorsprong weggeeft, dat hij er ook wel misselijk van zal zijn. Dus Danny is duidelijk niet tevreden. Nee. Het loopt niet smooth. Smooth criminal. You've been hit by a smooth criminal. Mooi. Klassiekers. Smooth operator. Ook leuk. Smooth operator. Precies. Nee, het is voor de jeugd even. Ja, natuurlijk. We moesten dat bijbrengen. Throwback. Throwback Tuesday. Throwback Tuesday. Gullit. Hier, dat Willem II die weer die aanval gaat opzoeken. Dat lukt ze niet. Nee. Volgens nog zien we van Willem II vrij weinig. Van Danny zien we het wel geprobeerd worden, maar vaak niet lukken. Op die ene goal na dus. Nou, dat zeg je leuk. Dat zeg ik aardig. Ja, maar zo is het ook gewoon. Neuer, bekend als een kicking. Ja, zie je het? Goeie trap zeg. Ja. Ja. Hij is echt bekend van jou. Ja. Gullit. Oh, dit is geen lekkere paas. Het idee was goed. Hebben dan. Meteen daarbovenop. Nu dan weer zo'n zacht passing. Dit is slordige passing zie ik van beiden. Man. Er ligt wel ruimte. En er wordt ook wel naar gezocht. Maar telkens die laatste finesse-paasjes. Die waren al niet goed. Nu dan. Deze is goed. Gullit. 16 metertje in. Lekker gepaasd. En nu dan wel. 0-2. Wat een goal. En dan staan we weer gelijk over 2 legs gezien. Nog 60 minuutjes. Ja, nog een uurtje in game. Uurtje. Dan gaan we er meemaken. Ja, lekker. Fieri had het plan natuurlijk om nog snel die goal te maken in het begin van de wedstrijd. De tweede wedstrijd. Op, ja. Dat het marge van 2 verhoogd zou worden naar 3, maar het tegendeel is waar. Ja, het mocht niet baten. Het mocht niet baten, Borisov. Klopt, die is Willem II. Okay. Wat kunnen ze tegenoverstellen? Want in deze pot Willem II nog niet mega gevaarlijk. Nee, dat kan je wel stellen, ja. Nou, doe ik het ook. Nou, daarom. Heel goed. Heel goed, jongen. Dus Amino, je bent goed bezig. Ga door. Je uploadt veel de laatste tijd weer. Daarom. Hij blijft aan de bal. Hier Ronaldo, dit is mooi gespeeld. Ja, goed gekiept zeg. Nog goed getimed ook. Maar ja, Danny praat er zelf wat moeilijk. Danny gaat zich nu verbouwen en met de wedstrijd bemoeien. Ja, lekker keep horen. Zo kennen we hem weer. Daar is de Danny die we kennen. Maar dan moet hij oppassen. Win hem. Gullit tegen Gullit. Dat kan toch niet? Wow. Mijn god, wat is dit voor... Kom op man. Oei. Daar komt Danny aan de ene kant heel goed weg. Aan de andere kant, als hij erin was gegaan, had hij zieke pech gehad. Dat was een aardige race geworden denk ik. Ja, het is een bijzonder potje. Met special moment. Goed verdedigd. Kom eens. Hij coacht jezelf nu, hè? Ja, lekker gezet, ja. Doe je dat ook wel eens bij de Weekend League? Nee, daarom win ik ook nooit. Nee, precies. Moet je misschien proberen dan een keer. Okay. Hier moet jij een goede rechtsback. Kan jij me niet een keer coachen anders? Ja, is goed. Jij was zelf vaak elite ook, toch? Ja. Oké. Smooth operator. Oh mijn god. Deze bal valt nog wel goed. Het was gewoon 3-tegen-2 geweest als hij voor Willem 2 viel. Hey. Even snel gezien. Nu dan. Maldini tegenover zich. Oh, dit is matig. Paas hem in de voeten. Sportief. Een slordige wedstrijd. Ja, Danny zit er wel bovenop nu. Een slordige eindfase van de eerste helft in de tweede leg. Oké dan. Hier dan. Dit is mooi. Ja, kom op nou, Danny! Dit is heel lekker zeg. Ja, dit is wel lekker. Ik ben even stil van. Ik ben een beetje intimideerd. Ik ben even onderin, maar alles komt er gewoon even uit. Ja. Al die opgekropte frustratie. Ja. En zoals het nu staat, ik weet dat de mensen thuis het al lang berekend hebben, maar zou Danny gewoon de volle 3 punten pakken? Wat een quick maths van jou. Zo, toch een jantje even uitgedeeld. Ja, Jantjes liever volgens mij, maar goed, dat doen we hier niet aan. Zo werkt het hier niet. Dat werkt niet volgens de Eredivisie regels. Ja, hoe kan Fieri dit toelaten, joh? Ja. Pietje Streets, vind ik het. Ja, niet heel sterk. Ja, ik deed mijn best. Ook niet slecht. Maar ja, dat is gewoon een 6. Kan er weer door. Nee! Doe het! Nee! Denk dat we even alles gaan. Ik vind dit al wel geniet, hoor. Dit is wel geniet. We zitten hier wel in de eerste rij. Ja, lekker is dit, ja. Oh, joh. Oh. Rust. Ja, dit geeft wel aan hoe groot de spanning is bij die gasten. Ja, want de eerste pot wil je natuurlijk winnen. Je wil goed uit de startblokken komen. Natuurlijk, ja, 100%. Maar dit is wel lekker voor Danny, hoor. Je ziet ook, ja, 6 schoten tegen 3. Het valt wel mee uiteindelijk. Ja, zit Willem II ook niet mee. Bijvoorbeeld zo'n balletje die dan uit de kluts valt, dat hij net kan schieten met Ronaldo. Ah, nou. Nee, het zit Willem II. Nee, die is heel slecht. Die is heel slecht, sorry. Dit was mijn laatste voor vandaag, dames en heren. Ik geloof het. Dus even kijken wat hier gaat gebeuren. Het houdt niet op, niet vanzelf, niet vanzelf. Hier komt Neymar Junior erin voor Eusebio. Heel mooi. Vind je dat een verstandige wissel? Ja, ik moet even over nadenken. Oké. Ja, dat even nog een beetje zakken bij je. Ja. Het kwartje moet nog even een beetje vallen. Ja, het is nog niet dat we Eusebio veel hebben gezien, deze pot. Nee. Dus. Nu dan? Dit is de andere Eusebio. De andere Eusebio. Kijk, laat hij toch zien. Ik had nog gewisseld zelf. Ja, nee, maar erin. Kom maar. Alexandre. Nu dan. Is hier weer Ruud Gullit. Pele. Gullit weer. Naar Vieira toe. En nu die Neymar die erin is gekomen. Moet steken. Ruimte. Oh, dat is een hele matige steekbal. Ja. Die bal had hij zelf ook niet zo gewild, denk ik. Maar nee. Ja, het is een combinatie van factoren. Tuurlijk. Hier Ronaldo. Met Ferdinand bij zich. Ja, in de achtervolging. Oh. Die stapt even iets verkeerd in. Gullit. Dan wat ruimte. Ja! Sorry dat ik dit grappig vind. Hij stond ook gewoon nog een half uur zo stil. Maar van, zit hij echt niet? Oh ja, dit vind ik mooi. Ja, sorry. Dit is lekker, ja. Ik heb niks tegen Danny. Uit zijn tenen. Hij had hem al geteld. Oei, oei, oei. Ja. En ook nog een half staan van, zat hij nou echt niet? Voor mij was hij nog redelijk dik naast ook trouwens. Maar. Hoe kan dat nog? In de eerste wedstrijd hoor je helemaal niks van Danny. En in de tweede helft gaat hij helemaal los. Ik vind dat toch mooi. Hij heeft het blijkbaar toch nodig. Ja. In de tweede wedstrijd lukt het wel allemaal. Nou, niet allemaal dus, want dan is wel gezeten, maar dit is wel goed, hè. Oh. Nu dan, verlies het kopduel. Ja, het blijft toch leuk. Blijft een leuke beeld. Ja, schitterend. Maar ja, weet je, Danny is nu lekker zijn ding aan het doen. Hij staat dik voor, maar aan de andere kant 1 goal van Fieri en het is gewoon weer een puntenverdeling. Precies. Dus 1 goal van Fieri en staat 4-4. Dus ja, wat dat betreft is het toch wel zaak op orde stellen en dit doelpunt binnen prikken. Ja. Maar ja, tot nu toe aanvallen, nog niet heel veel van Willem II gezien. Net die steekbal die net beter had kunnen uitvoeren, had hij misschien 1 op 1 gelopen op de keeper. Maar ja, er ligt wel veel ruimte. Danny gaat nog steeds voor de aanval, maar ja, Fieri kan niet echt van die ruimtes gebruik maken. Nu dan misschien een beetje, ja, ook weer net niet een voetje ertussen. Tierney, ook opvallende linksback. Ja, goede linksback, 91 fysiek geloof ik, 91 heel veel pace. Het is alleen moeilijk te linken. Ja, maar weet je, als je dan een paar icons mee hebt, dan maakt dat niet uit. Je voelt me zo goed aan, Milo. Ja, Basie, dat ben ik toch. Wat goed. Ik ben er voor je. Dan wordt even op start gedrukt. Door wie is mij nog even onduidelijk. Ik denk door Willem II. Denk ik ook, ja. Hoe die had je nou eigenlijk terug kunnen kappen naar rechter? Oh. Danny die wil slaan. Danny heeft nu zin met ze pakken. Ronaldo dan wordt er afgehaald. Thierry Henry. En Ronaldinho. Voor Pele. De formatie blijft wel hetzelfde. 4-2-3-1, toch een wat verdedigende formatie. Of toch niet? Oh, ga niet naar de 4-2-2-2 toe. De opstelling van Danny. Nee, dit is van... Ja, oké. Ja, Willem II gebruikt nu de opstelling die Danny vaak gebruikt. Ja. Zo bedoel je hem. Ja, precies. Nee, dat klopt. Ja, denk je, vind je dat een goede zet? Dat moeten we gaan zien. Oké. Maar ja, tot nu toe zit Willem II niet heel erg in deze wedstrijd. Dus nee. Veel minder zal het niet kunnen worden. Veranderingen zijn nodig. Dit is ook een lekker balletje. Toch een Aardig contrast in de eerste en tweede wedstrijd. Lekker plek om in te gooien. Heerlijk. Dus in het hoekje. Het hoekje. Het welbekende dodelijke hoekje. En hier nu zien we... Alexandro. Nou niet bovenlies lijken, nou gewoon normaal uitkomen. Vieira. Even die bal in de ploeg. Even die bal in de ploeg. Nou even het kopje erbij. Niet even tikken. Niet te gehaast. Heel goed. Kijk, hij hoort ons. Rechts bij betrekken, daar ligt vaak de ruimte. Heel mooi. Gullit en weer terug. Binnenspelen, precies. Terugspelen. Binnenspelen of buitenspelen in de speeltuin. Kijk eens. Ja. Dit is heel goed gespeeld, hoor. Nu dan. Ja hoor. Ja hoor. Ja. Toch die opstellingswitch weer, hè. Dat doen we toch weer... Ja, doen we toch goed. Zeker, ja, dat blijkt. 4-4. En de wissel, want Thierry Henry natuurlijk ook net ingekomen. 1-3 in de volgende pot. En nu 1-3 hier. 3 hier. 4-4. Maakt dat bij elkaar. 4-4. Je kan ja, ze niet twee keer maken. Jawel. Ik vond eigenlijk al de eerste. Ik denk dat ik hem 4 keer gemaakt. Goed, het is 4-4 tussen Willem II en FC Utrecht. Ik dacht dat je het ging doen. Nee, oké. Ik had het ver gaan. Toch door de opstelling switchen, waardoor die een hele mooie aanval eigenlijk van Willem II. Opbouw geblazen en steken tot iemand vrij loopt. Heel goed gedaan. We hebben ook al een tijdje niks meer van Danny gehoord. Nee, je ziet alles aan Danny, aan Fieri veranderen. Je ziet alles. Kees. Hij heeft ook nog Fieri, hè? Gewoon. Pas klaar nou. Maar het gaat wel, nu kan het wel zomaar rap gaan, vast in de Ferius. Dus hier is Ronaldo, CR7, Henry. Kijk eens, opbouw weer geblazen. Ja, sinds die wissel toch Fieri die meteen even de touwtjes stevig in de handen neemt. Hij heeft de bladen nog net niet op zijn handen staan. Nee. Zo stevig. Het is gewoon stevig gedaan. Ja, steady. Steady is erop. Het is ook een stevig touw, moet ik zeggen. Precies. Hier ruimte gevonden en nu dan. Oh, wat een slecht schot. Oh mijn god. Oh. Dan weet je het al. Wel goed getimed. Ja. Dan weet je wat voor pot het is, zegt hij. Ja. Nou, wat voor pot is dit? Dit is een pot waarin nu toch langzaam meer het overwicht aan de kant van Fieri gaat zien. Ja. Want hij mist wel deze kans, maar ja, Danny heeft ook al veel kansen gemist. Stond er ook goed voor. Zeker! Dus Fieri moet nu niet balen van die kans. Ja, misschien heel eventjes dan, maar toch gewoon vooral het kopje erbij houden en doorgaan. Aan doelpunten geen gebrek in ieder geval. Nee, we hebben dus inderdaad nu 8 doelpuntjes gezien over deze 2 wedstrijden. En we hebben nog wel even de laatste 10 minuten zijn ingegaan. Gaat er dan iemand met de volle... Nou, dat is de vraag. Dat is de vraag van de dag. Ik denk het wel. Denk jij dat Fieri Danny hem dan pakt? Nee, dat weet ik niet. Maar ik voel dat er nog een doelpunt komt. Ik heb eigenlijk nu opeens meer vertrouwen in Fieri. Ja, maar dat zeg je nu niet in de aanval. Dat is niet zo makkelijk scoren, Milo. Oh, nee, maar moet je ook gewoon... Nee. Oké. Gewoon... Laat ik het zo zeggen. Ja. Als je het me 20 minuten geleden had gevraagd in game, had ik gezegd Danny. Ja, oké. Maar sinds die wissel zie je gewoon... de medaille draaien. Maar bij deze mannen kan hij zomaar er niet vallen, hè? Kijk, tuurlijk, dat zijn toevallig. Ja, bewijs je dan wel ongelijk. Ja, vuist komt er nu bij. Ik schud je even de hand. Heel goed gedaan, jongens. Bas, jij weet je. Als ik al afgerekend ga worden op mijn mening, dan kom ik hier nooit meer. Maar dit was gewoon... Hij kan alle kanten vallen. Is ook zo, tuurlijk. Dat blijkt. Want dit is gewoon één gekke strijd. Dit is ook gewoon een hele mooie goal. Heerlijk uitgespeeld. Zeker, goed gewacht. Die keeper die bewoog links en rechts en toch erin gekregen. Ja. Hij pakt even die dansmons. Ja, nu is het alles of niks voor Fieri. Alles of niks. Danny blijft opvallend rustig. Ja. Die zal nu toch zijn concentratie willen behouden. Dat is altijd belangrijk. En een 4-4-2 verdedigend, lijkt het wel. Hier zien we het balletje op Gullit. Ja, als je nou nog een puntje uit had, zou lekker zijn natuurlijk als Fieri zijn. Zeker. Dan zou Danny balen, zeg. Ja, helemaal dat hij zo goed terugkwam al. Ja. Ja, inderdaad, nou, sowieso weer... die 3-0 naar die 3-1 toen was het al een bouwmomentje. Als het nou nog weggeeft, ze zouden kunnen hier. Dit is geen buitenspel. Dit is geen buitenspel. 5-5. Open doen met Neymar, dat was voor mij niet helemaal waar. Dat was die vorige kans. Goed, het is 5-5. 5-5. Lijkt het toch een puntendeling te worden? Dat lijkt er wel op, maar je weet het nooit. Nee. Deze wedstrijd weet je maar nooit. Gaat er nog in de laatste minuut? Gaat er nog iemand met de overwinning vandoor? Dat is de vraag. Ik ga er even voor zitten. Ga er eens even goed voor zitten. Doe je riemen om. Stoerriemen vast, dames en heren. Stoerriemen vast. Come on! Dit is ziek, dit is heel ziek. Come on! Dit is echt zo'n wedstrijd. Kom op. Is het zo'n dag? Is het zo'n dag? Alsjeblieft geen kick-off tegen. Het is vol in emotie. We hopen dat je geen kick-off tegen krijgt. Het is... Hoeveel is het? 6-5. 6-5 over 2 wedstrijden. 6-5 over 2 wedstrijden. 6-5, maar... Zo, wat een tweestrijd. Tel je nog niet rijk? Nee. Oh, nog iets van richting veranderd, zag je dat? Iets van richting veranderd, ja, maar kijk, weet je, het maakt de vreugde er niet minder om. Maar je hebt nog 1,5 minuut voor deze laatste aanval van Fieri. Ja. Deze goal van Danny was natuurlijk ook een kick-off. Het zal wel echt heel sensationeel zijn als hij nu scoort. Nu dan. Nou, dan, ja. dan gaat hij de boeken in. Je meent het niet. Nee. Hou op. Doe dan. Hou op nu. Doe het. Nee. Oh. Weggekopt. Dat was ziek geweest. Dan is het afgelopen. Ja, Danny het vuistje komt erbij. Ja, hij gaat er met de 3 punten vandoor. De mannen schudden de hand. Een 6-5 overwinning van Danny Hazenbroek. Die goed terugkwam naar de eerste pot. En Fieri Cital houdt niks over aan deze wedstrijd. Zo is het. Alleen een slecht gevoel. Na die 5-2 was de studio te klein, hè? Je ging helemaal los. Ja, maar nou, de hele tijd, ik denk de hele tweede wedstrijd, jongen. Op een gegeven moment, ik dacht, ik had gescoord, schoot ik naast. Ik hoorde iedereen lachen. Maar die eerste wedstrijd, die verlies je met 3-1. Nou, dat was toch misschien wel verrassend. Hoe komt dat? Ja, misschien ligt het aan mezelf, maar ik heb echt een beetje mentaal. Maar elke wedstrijd, allereerste wedstrijd die ik hier kom, op een nieuwe dag, gaat altijd slecht. En ik moet zeggen, ik moest ook wel eens het spel wennen. En ik vond het, ik ging even 4-2-3, moet ik zeggen. En toen stond ik 2-0 achter in 10 minuten. Dus ja, ik heb ervan geleerd om geen 4-2-3 meer te doen. En gewoon, ja, mijn eigen spel te blijven spelen. En zo zien we in de tweede helft, klap ik erop en kwam ik 3-0 voor de eerste helft. Hoe komt het dan dat het in die tweede wedstrijd niet loopt? Dat die kleine paasjes, dat soort dingen fout gaan? Ja, ik weet niet, misschien door zijn druk ook. Er is geen verklaring voor. Dit gebeurt ook vaak thuis. Ik denk dat FIFA spelers dat wel herkennen. Dat je iets onder controle hebt en vanaf een fractie van een moment gaat het weer allemaal mis. Dus ik weet niet waar het moment, momentum ligt, ja. Ik kan het eigenlijk niet verklaren, maar ja, hij heeft een goede comeback gemaakt, dus ik moet hem gewoon herpakken. KPN en Fox Sports, partners van de Eredivisie. KPN en Fox Sports, partners van de Eredivisie.